Like deze video als dit niet de eerste keer is dat je mij met een pet ziet. Mijn naam is DutchTuber en welkom bij Mad City. Er zijn superveel nieuwe updates die ik allemaal met jullie ga bespreken. Het allernieuwste voertuig is de Falcon. Hij kost $1 miljoen en hij is gloednieuw in Mad City. Dat is niet de enige update, er is veel meer. Want als ik mijn telefoontje erbij pak en ik ga naar de optie om cash te kopen met Robux. Oh, je kunt nu voor 4000 Robux en geloof me, ik raad iedereen af het te doen. Want het is belachelijk duur, maar kan je nu 1 miljoen kopen in één keer. Waar ik normaal gesproken eerst 4 keer de diamond rank moest kopen voor 1 miljoen, kan je het nu in één keer doen. En dat rijmt. Jongens en meisjes, dit is de allereerste keer dat ik zo'n belachelijke uitgave doe in Mad City. En ik hoop ook dat het de laatste keer is. Tenzij jullie heel veel likes achterlaten. Misschien komt er dan een deel 2. Nee, dit is gewoon de allerlaatste keer. Oké, guys, daar gaan we. Wij gaan 1 miljoen cash kopen. Eigenlijk kopen we nu gewoon dezelfde kristallen die we een tijdje terug zagen toen dat hele mysterie met die UFO in Mad City was. 3, 2, 1. Buy now! Oh! Oh, jongens. Hoe heb ik dit kunnen doen? Oké, guys, wij gaan de Falcon kopen en dan gaan we direct door met de volgende updates. There we go. Wil jij de Falcon kopen voor 1 miljoen? Ja! Jongens, heb ik überhaupt al een vliegtuig als deze? Ik geloof het niet. Ik geloof legit dat dit gloednieuw is. En het epische hieraan, misschien wel het meest epische van allemaal. Wacht, hoe gebruik ik dit ding überhaupt? Oh, je hoeft niet met... Normaal moet je met 2 knoppen op je keyboard, moet je hem naar beneden en naar boven laten besturen. Maar dat hoeft met dit voertuig niet. En met G kunnen wij bommen laten vallen. 3, 2, 1. Werkt het? Wow! Guys! Er zijn eigenlijk maar 2 dingen die we kunnen upgraden. Namelijk de skin en de windows. En ik heb natuurlijk al best wel veel skins, zoals jullie weten. Maar ik kan er ook wel eentje bij halen. Ik heb nog $84.000 over. Dat is mijn volledige budget voor de rest van de video. Wel... Oh, de Matrix. Yo! Het lijkt nu letterlijk op een soort van undercover voertuig voor een Roblox hacker. Oké, dit gaat hem sowieso worden. Buy now. En eigenlijk moeten we dan ook wel een soort van enge groene ramen hebben die daar... Nee, oranje. Oh, dit is mooi. 5000. Buy now. Jongens en meisjes, check this out. Onze gloednieuwe Falcon is af. En ik ga kijken of ik nog 1 keer die bommen kan droppen. Zodat ik het nu hopelijk wel kan laten zien. 3, 2, 1. Werkt het? Ja, ja! Kijk, onder me! Bam! Ah, dit is zo awesome! Oké, guys, dit is niet de enige update. Voor de volgende update moeten wij naar de Criminal Base. Er zijn namelijk nieuwe wapens! En serieus, als ik ergens behoefte aan had, dan waren het wel nieuwe wapens. En wat is dit hier? Wat is dit? Ligt dat aan mij of heb ik dit voertuig nog nooit eerder gezien? Oké, there we go, guys! Dat is niet de manier, Job, om je gloednieuwe vliegtuig te parkeren. Oh, gosh. De machete. Ah! Oké, luister. Wij gaan proberen in deze video een aantal overvallen te doen met alleen maar de gloednieuwe wapens. En deze is geloof ik ook nieuw. Oh, nee, een superhero. Een superhero. Snel, Job. Snel, Job. Ah! Ik ga hem met de machete pakken. Ik ga hem legit met de machete pakken. Snel, Job. Come on, you got this, man. Snel! Yes! Oh, ik heb mijn allereerste superhero ingemaakt, maar ik zie hier geen granaatwerper. Ah, jongens, de granaatwerper is een wapen wat je alleen kunt krijgen als politie zijn. Oké, we gaan hem even uitchecken. Heel erg dat ik dit in het politiekantoor doe. Wow, jongens!
Check this out! Het allernieuwste Mad City wapen is awesome! Ik lijk nu echt op zo'n superhero uit een actiefilm die dan zo heel stoer gaat staan met al die explosies op de achtergrond. Oh jongens, ik word aangevallen! Oh nee! Alle criminals vallen mij aan! Oh, het is een big fight! Politie versus criminals! Politie versus criminals, come on now! Oké, guys, het allernieuwste van de politieagenten is dit. Het is de Cruiser. Tenminste, ik geloof dat dit een nieuwste is. Ik heb sowieso al deze andere dingen hier ook nog nooit eerder gezien. Misschien dat ik gewoon te lang geen Mad City heb gespeeld. Let's get it, guys! Ik koop de Cruiser. Wil je hem kopen? Jazeker! Oh, oké, hoeveel mensen kunnen er bij mij achterop? Letterlijk iedereen wil bij mij achterop zitten. Oh, jongens, het is letterlijk een politieparty. Eigenlijk moeten we... Oh, wat gebeurt er met die auto? Oké, guys, there we go. De Cruiser. Wat? Oké, yes. Yes! Oké, luister. Wij gaan wat crimineeltjes oppakken, guys. Oh, dit wordt epic. Hij gaat snel. Hij gaat zo fast. Oh jongens, oké, ik zie dat de bank open is en het casino. Ik denk dat de meeste mensen naar het casino gaan voor een overvalletje. Dus laten wij er ook naartoe gaan. Er is gelijk een crimineel, er is gelijk, ik ga proberen met mijn grenade launcher. Hij gaat zo meteen de boel moeten hacken daar binnen en dat gaat hij nu doen en dan ben ik hier om te schieten. Oh, hij is een beetje OP, guys. Oké, waar is de criminal? Waar is die? Alle politie, hij is daar. Hij probeert weg te komen. Snel. Hij mag niet wegkomen. Yes, ik heb hem. Oh, hij was zo close. Dit is de allereerste keer dat ik gewoon als politieagent op mijn cruiser probeer de stad weer veilig te maken. En het is insane. Het is awesome. Ik ben met de politiegang. Hoe noemen wij de politiegang? We moeten een bijnaam hebben voor al die politieagenten die net met ons meegingen. Is dat een hero? Of is dat een bad guy? Dat is een good guy. Oké, jongens. Oh, hier. Oh. Dat was letterlijk een criminal. Dat was letterlijk een criminal. Ik heb alleen een heel raar wapen bij me. Een soort van silencer of zo. Oké, rennen. Ja, nice. Oké, there we go, guys. Let's go. Oh, er gaan super veel mensen in die schatkamer zijn. En wij komen er nu aan. De politie is on his way om de piramide veilig te stellen. Let's get it, guys. Als er niemand is, ga ik mij hier gewoon verdekt opstellen. Nee, er is niemand. Are you serious? Ben ik voor niks gegaan? Nee! Zou ik alsnog die geheime pas kunnen krijgen van dit rare ding als politieagent zijnde? Is dat mogelijk? Want ik heb het laatst nog eens een keer geprobeerd als prisoner. En toen explodeerde hij. En dat was niet nice. Dus nu probeer ik het op deze manier. Ah, come on! Krijg ik hem? Oh, moment van de waarheid. Oké, jongens, ik zou het bijna zijn vergeten, maar er is nog één ding vernieuwd in Mad City. En dit betreft een gloednieuwe auto. Jullie gaan in een deuk liggen. Het is niet dit epische ding. Het is ook niet dit epische ding. Het is deze. Het is deze, guys. Dit is de smart car. Wil je hem kopen voor 50.000? Buy. Oké, luister, jullie geloven het misschien niet, maar ik ga hier de meest epische auto ooit van maken. I promise you. Het is zo grappig dat ik in deze video voor een miljoen een vliegtuig heb gekocht die echt super snel is, heel episch. En waar rij ik in? De smart car. Oké, there we go. Weet je wat? Ik ga het op een andere wijze doen normaal. Ik tel af van 3 tot 0 en dan gaan jullie het eindresultaat zien. 3, 2... 1-0! Yay! Check this out, guys! Oké, ik wil het niet over het prijskaartje hebben, wat aan deze upgrade heeft vastgezeten. Want ik ga me echt schamen. Dit is hem geworden. Ik heb er ook een gloednieuwe motor in gezet. Dus de kans is heel groot dat hij nu een stukje sneller is. Oh, check die underglow! We hebben het gewoon voor elkaar gekregen. Om van het goedkoopste autootje in Roblox, of in ieder geval één van de goedkoopste autootjes. Oh, bam! Toch een super epische bak te maken. Sorry, Mad City. Ook dit is trouwens nieuw. Je kunt nu een schild kopen als politie zijnde. En dat kun je dan vervolgens gebruiken wanneer er heroes of prisoners achter je aan zitten. Hey, jij hoort hier niet te zijn! Kom hier! Ik ga je aanhouden! Nee, vriend! Yes! Ik heb hem aangehouden! Ik heb gewoon letterlijk een arrestatie gedaan binnen het politiekantoor. Oh, jongens. Ik heb een melding gekregen. Oh, wat? Wat? Hé! Hey! Wat? Oh, nee, jongens. Ook de juwelier is gesloten. En dat nog wel. Oh, nee, er is iemand! Op dit moment letterlijk is er iemand! Snel, Job!
Oh! Yes! Oh! Ik heb het toch nog... Eigenlijk had ik mijn schild moeten gebruiken. Dit was mijn moment om te kijken hoe sterk mijn schild is. Oké, er is daar nog iemand. Oh, er is zoveel politie die mij joint. Van wie is deze? Hoe komt dit ding hier? Oh, die is van de politieagent. Are you serious? Sinds wanneer is het de bedoeling dat er alleen maar heroes en politieagenten in de bank zijn? Oké, weet je wat? We gaan een dansfeestje. Oh, ik ben de enige. Ik ben letterlijk de enige die aan het dansen is. Iedereen kijkt mij echt zo aan van... Wat doe je? Nou, oké. Weet je wat, guys? Ik ga jullie bedanken voor het kijken. Ik weet niet waarom ik de enige ben die aan het dansen is. Terwijl iedereen naar mij kijkt. Letterlijk iedereen kijkt naar mij alsof ik een zeldzaam object ben in een museum. En ik ben helemaal zo... Iedereen negeert mij. Oh, bedankt voor het kijken. Abonneer op mijn YouTube kanaal. Ik ben zo snel mogelijk weer terug met meer Mad City. Sowieso wanneer er een nieuwe update is. En als ik meer geheimen heb over het kwaad in Mad City.